Don't walk away from me. Don't walk away from me. Net een zeehondje erin gedaan. Denk ik gewoon. Ze deed het nog heel voorzichtig. Om inderdaad ook eventjes te kijken voor wat lekkers in de auto. Karen die heeft al wat. Maar ja, ik wil ook wat. Maar ik weet niet wat. Ja. Wat. Ja toch? Ik weet het echt niet. Nee. Hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Bezemboel. Het is vandaag weer vrijdag 14 juli en we leven om 14:58. Dus ja, helemaal top. Ik was ook bezig mijn computer op te starten. Jullie zien het, ik heb mijn haar weer gedaan en gepoedeld en gedaan. Ik ben ook net beneden, ik ben niet in de orde. Ik heb hoofdpijn waar ik niet echt wil zakken. Onweershoofdpijn. Er zit onweer in de lucht. Waar het valt van mij een worst wezen. Maar in ieder geval zit er wel in. Ja. Zo'n drukkende pijn. Ik heb nou net ook even medicijnen ingenomen. Ik heb momenteel bij de DA dit droop, dit gekocht. Bij de DA. Ja. Nou ja, ik moet weer even nieuwe halen. Boom. Ik heb niet veel meer. Boven is een streepje op en ik heb er hier nog drie. Dus ja, het is vanwege ook meneer Marcel heb ik ook hoofdpijn weer gekregen. Ja, stress gaat op de plekken zitten die het niet eigenlijk kunnen hebben. 3 uur, ik moet nog met de meisjes uit. Karin die is hier al opzij met haar auto bezig. Naast bij de gemeentetuin. Ja, ik heb een gemeentetuintje. Dus ja, die is met de auto bezig. Dus helemaal goed. Ik heb een zwart topje aan en een gebloemde rok. Helemaal leuk. En ik ga mijn loop-app zo vast aandoen. Moet hij wel willen. Die. En daar naartoe. Kom op. Zo. Dus ja, dat komt helemaal goed, lieve vrienden. En dat droogt wel weer. Ik heb ook nog geen lippenstift op. En daar rijd ik ook niet zoveel fut in vandaag. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik hou gewoon vol goede moed. Ja. Ik zou zeggen, geniet ze. En geniet een beetje met ons mee. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ik ben alweer thuis met de meisjes. Ik heb mijn haar weer een beetje erbij gekamd. Het zit nog niet helemaal. Maar het is nog wat vochtig. Maar ik ga eventjes weg. Ik doe mijn tas om en ik moet eventjes naar de DA-drogist. Want ik had net al gemeld dat die hoofdpijnpillen op zijn. En ik wil toch morgen voor de zekerheid wel meenemen als we de hele dag er hard op zijn. Althans, hoe lang we er hard op zijn, weet ik niet. Maar ik vertel ook niks. Dat is een verrassing. Dat zien jullie vanzelf wel. Ja, ik ga in ieder geval met Karin mee in de auto. En we gaan al heel vroeg weg, ook dat nog eens een keer. Dus ja, wil ik toch wel het zekere voor het onzekere hebben. Om dus, even een rugtasje te vullen met wat ik nodig heb. Ja. Nou ja, en hier gaat de rest in. Ja, elkaar en jullie dus. En mijn telefoon, die zit er nou ook in. Jullie gaan nou niet mee. En ik prakticeer me eigenlijk rot. Waar ik nog hier al een short kan maken. Ja, ik heb wel plekken, maar moet ik een beetje bij de pinken wezen. Niet zoals ik nu ben. Ik ben niet helemaal in orde. Dus ja, en ik probeer toch mijn best te doen om vandaag ook nog weer een vlog in elkaar te zetten. Want dat zal morgen ook wel niet worden. Dus ja, dat komt ook wel goed, hopelijk.
Maar we zullen het beleven en ik zeg gewoon, ja, ik probeer gewoon te genieten en de moed bij elkaar te houden, et cetera. En ook moet ik andere week de oma Gent nog bellen vanwege die troep van Marcel. Het zit me niet tot hier, maar tot daar. Had ik het me nooit gedaan. Maar ja. Hè? Weer een leswijzer, zeg maar. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet ze echt niet een beetje met ons mee. Tot later. Strandpaviljoen de Toko, kan ons oog de zee omhoog. Oh, ik wist niet eens dat we die hadden hier. Nee. Net een zeehondje erin gedaan. Denk ik, vermoedelijk. Want ze deed het wel heel voorzichtig. Ja, en ik beloop met Karin nou in de budgetvoet in Julianendorp. Om inderdaad ook eventjes te kijken voor wat lekkers in de auto. Karin die heeft al wat, maar ja, ik wil ook wat, maar ik weet niet wat. Ja, wat. Ja toch? Ik weet het echt niet. Nee. Maar ja, komt allemaal goed. En zoals ik al had gezegd, vertel ik er niet waar we naartoe gaan en wat we gaan doen. We gaan alleen nog met de auto weg. Ja. Dus. Zo, 1, 2, man, wacht wel even. Ja, ik zie de kaart. In de man. Die heb ik. Lieve schat, ja. Mag ik even de kar? Lijkt me een hele goeie. Dat ik de kar even... Oh, kijk eens. Mag niet uit, jongen. Het is lekker vanmorgen. Mag ik hebben dit? Oh, dit mag ik hebben. Dit is gewoon yoghurtdrink. Oké. Lekker, mango passief. Hoef ik allemaal niet te hebben. Nee, de. Nee, daarom. Ja, daarom. Dan gaan we hier nog eventjes door. Dit gangetje. Moffelen. Oh nee, kijk hè. Kijk die bladeren. Ja, ik heb er hier dus. Maar ja, in ieder geval, ja, wij zoeken gewoon nog lekker even verder. Oh, dat is van die dunne patat. En daar hou ik ook niet van. Nee. Niet van die dunne patat. Nee. Daar hou ik niet van. Nee, niet voor mij. Ik heb liever dan een leverworst. Eens even zien wat dat kost. Ja, daar was ik ook al net aan het kijken, maar ik zag geen... Al is het voor in de auto, weet je. Ik zag dat dus niet. Man, wat dat doet dom. Kijk, als je dan gewoon zo pakt, ja, en dan gewoon zo, kijk, dan ziet het tenminste wat hij doet. Ja, dan moet ik iedere keer blijven draaien. Ja, met deze, ja. Ja, maar ik heb die kaart ook nog. Ja, nou, dan doet hij toch gewoon zo, dat is toch makkelijker. Nee. Maar ik denk dat ik een leverworst erbij neem. Jij lust dat ook? Mag je dat hebben? Ja, dat mag ik wel hebben, maar ik wil weten wat de prijs ervan is. Want dit is kips. Ja. Mag ik jou wat vragen? Die leverworst, hoe duur is die? Ja, dat weet ik. Die lange. 2,45. Ja, de linkerkant is goedkoper. Deze? Wat is daar het verschil? Je bedoelt deze, bedoel je? Ja.
Ja. En want we staan nou net en net geen prijs erbij. Dit is toch goedkoper. Oké. En die chips, die is 39 cent. Ja, dat zie ik. En die smeerleverworst? Of ben ik nou heel vervelend? Chips? Nee, gewoon de normale smeerleverworst. 2,45. Oké. Okay. Nou, man, welke wil ik moet pakken voor hem? Dat is zo? Ja. Hartstikke. En dankjewel. Nou, we hebben in ieder geval. Ik dacht eerst even in dat ik iemand anders hoorde praten. Ik zou zeggen, geniet gewoon en ik ga afsluiten. Ja. Als de auto dus van Karin en ze heeft nou de wielen ook opgepimpt. Daar heeft ze de zwarte letters heeft ze nou wit gemaakt. En ze gaat even de wiel anders neerzetten. Hij is mooi hoor, het is een beauty. Ja, zo maken. Mooi. Irritant. Had iemand namelijk hier kauwgom namelijk. Leuk is dat me niet heus hoor. Nee, het is geen kauwgom, dacht ik. Maar het lijkt op kauwgom. Ben ik blij dat ik het nou zie, met foto's maken. Ja. Het is in ieder geval een beauty van een auto. Zo, nou kan ik weer foto's maken. Oh, wauw. Ja. Ja, en toen waren we weer thuis. En mijn hoofdpijn is nog steeds niet over. Nee. Dus ja, we gaan lekker betijds denk ik ook wel naar bed. Ja. En ik heb ook geregeld dat het morgen tussen de middag de meisjes uit wordt gelaten. Dus helemaal toppie. Helemaal geweldig. Ik heb ook aspirine bijgehaald. Ook geweldig. En we zullen het wel beleven. Jullie zijn lekker mee geweest naar de budget. Waar we boodschapjes hebben gedaan voor morgen onderweg. Dus ja, dat komt ook helemaal goed. Jullie... hebben het een en ander gezien. We hebben ook slaatjes gekocht. Ik heb die had Karin ook al in het karretje gedaan. Ik denk, hé, dat neem ik toch ook voor thuis even lekker mee. Het zijn eigenlijk natuurlijk cookies, maar er staan crackers op. Nou, noem ik dat zijn gewoon tukkoekjes, vind ik. Meer wie ben ik? En dat ik thuis kwam van hier een boodschappen doen. Ja, dat weten jullie nog niet. Was wat onder mijn poort. Doorheen geschoven en om het hoekje gezet. Dat was onder andere, moet je wel even hier komen, dit hè.
En voor Gandalf dus. Maar van wie? Ik heb wel een vermoeden. Dus ja, dat ga ik zo even appen en vragen van, komt dat bij jou vandaag, schat? Ja. Dus dat doen we dan eventjes. En ik heb een gebakje en ik heb koffie. Ja, ik denk, ik heb zo'n hoofdpijn, ik mag mezelf wel even verwennen. Ja. Maar in ieder geval, voor de rest was het gezellig. En Rijke ligt op de bank. En die ligt daar. Hé, Alwin? Alwin? Ja, nou meisje. Jij? Ja. Dus ja, dat dus. En ik moet nog even het een en het ander opruimen. En dan ga ik in ieder geval wat beginnen maken aan een vlog. Ik heb trouwens ook een short vandaag gemaakt van Karin de Roto. Die komt overmorgen online, want ik loop achter qua shorts. Daar kan ik ook niks van doen. Ik vind een vlog ook belangrijker dan een short, maar wie weet komt het morgen wel weer. Het is me net aan, wat komen we tegen. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet ook met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Hé, hey, Jana. Ik ga eventjes lekker lopen met de meisjes. Als ik terugkom, dan is dat al klaar. Dan kan ik hem naar YouTube brengen en dan gaan we naar bedje toe. Ja, dan is het de hoogste tijd. Het loopt namelijk al tegen 11:15 aan in de nacht. Dus ja, dan wordt het wel eventjes tijd dat ik ook mijn bedje induik, omdat we er morgen vroeg uit moeten. Hé, ja, en dezelfde die morgen tussen de middag Alwin en Rijke uitlaat, die heeft dat toen ook gedaan, dat ik zo heel erg ziek was. Niet vorig jaar, maar daarvoor geloof ik alweer. Ik weet niet eens meer wanneer het was dat ik die corona-gekte had, ja. Volgens de geleerden dan, hè? Naar mijn gevoelens niet, had ik gewoon astmatische bronchitis met Cara, wat ik normaal 1 keer in het jaar krijg. Ik wil nog wel eens een jaar overslaan of aan het einde van het jaar pas, weet je. Maar ja, vorig jaar heb ik denk ik maar 2 keer blaasontsteking gehad. Nou, dat noem ik niet ziek zijn. Nee, het is wel lastig en pijnlijk, maar verder is niet. En ja, dus ben ik niet ziek geweest? Nee. Niet dat ik me kan herinneren. Misschien jullie. Maar dan hoor ik het wel weer van jullie. Ja toch? Maar in ieder geval. Wij wensen jullie. Zowel Rijka. Zowel Elwing. Zowel meneertje Gandalf. En ik natuurlijk. Jullie allemaal een welterust toe. En lekker slapen. En mooie dromen. Gezond weer op. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allen de wacht. En ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht.